We gaan met elkaar nadenken over het verstaan van Gods leiding in ons leven in het algemeen, maar misschien wel specifiek als het gaat om het vervullen van de grote opdracht. Gods leiding in ons leven in het vervullen van de grote opdracht. Want Abraham verstond Gods stem en hij vertrok niet wetende waar hij precies uit zou komen. Mozes verstond Gods stem en bevrijdde een miljoenen volk uit de handen van een wrede heerser. Jona verstond Gods stem en hij verzilverde zijn herkansing en trok alsnog richting Nineveh. Jeremia verstond Gods stem en wist dat God hem had afgezonderd om een profeet te worden, waar uiteindelijk bijna 40 jaar lang niemand naar zou luisteren. Hoe zit het met jou? Heb je zijn stem gehoord? Of wacht je juist krampachtig af op die stem, voordat je in actie komt? Hoe zit het eigenlijk met Gods leiding in ons leven? De Heer Jezus zei het ook, mijn voedsel is om de wil van de Heer te doen. Van Hem die mij gezonden heeft. Ook Jezus vond de wil van God in zijn volledig mens zijn uitermate belangrijk. En heeft Hij niet gezegd tegen ons dat zijn schapen ook zijn stem zullen verstaan? Over dit onderwerp, Gods leiding, zijn, schat ik zo in, door de eeuwen heen duizenden boeken geschreven. En misschien wel een miljoen preken gehouden, misschien nog wel veel meer. En toch blijft het een vraag die relevant is voor elke generatie. Voor generatie Z, voor de millennials, voor de boomers, voor wie dan ook. Versta ik Gods stem juist als het gaat om de grote opdracht? Is het nu mijn eigen verlangen dat ik de volken wil bekeren tot Christus? Of moet ik wachten? Wachten op die echte, duidelijke, hoorbare stem van God. Ik ga vandaag voor jullie twee hoofdvisies daarop uit de doeken doen. En ik ga ze aanvullen allebei met een aantal persoonlijke getuigenissen. Sommige van die getuigenissen passen binnen de eerste visie en weer andere binnen de tweede visie. De eerste visie omtrent Gods leiding, die vind je op deze afbeelding. Dit is de visie van wat ik ben gaan noemen de stipchristen. De stipchristen. De stipchristen gelooft dat God een exact en een specifiek plan voor zijn leven heeft. En dat plan, dat is Gods A. En wanneer je dit plan mist, dan wandel je niet in de bestemming die God voor je heeft. De stipchristen gelooft dat God voor hem of voor haar één specifieke partner, één specifieke bediening en één specifiek plan heeft klaar liggen. Als een stipchristen hierop wordt bevraagd, dan zal hij zeggen, aan God zal het niet liggen. God wil wel spreken. God wil wel duidelijk maken. Door de Heilige Geest. Het is aan mij om te ontdekken wat dat specifieke, exacte plan voor mijn leven is. Hij zal zeggen, ik zie in de Bijbel alleen maar verhalen van mannen en vrouwen die door God geleid worden. Datzelfde zal dan ook wel voor ons gelden. De tweede visie is de visie die we op deze afbeelding zien. Even kijken, waar heb ik die staan? Nee, even kijken. Ja, deze. Visie 2. Dat is wat ik ben gaan noemen de visie van de kaderchristen. De kaderchristen gelooft niet zozeer in één zaligmakend plan A voor zijn leven. Hij gelooft dat God niet een stip, maar een kader geeft. Namelijk zijn woord. En dat we binnen dat kader veel speelruimte krijgen om ons leven te leven en om goed te doen. We hoeven dus niet in de startblokken te blijven staan totdat we Gods startschot horen. Nee, bij onze bekering heeft dat schot al geklonken. En we mogen nu frank en vrij binnen Gods kaders datgene doen wat ons hand ons geeft te doen. Als de kaderchristen wordt bevraagd op het verstaan van Gods stem, dan zal hij zeggen, aanbid God. Aanbid God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. En als dat je levensmotto is, dan kun je doen en laten wat je wilt. Binnen de kaders van Gods woord, uiteraard. Ja, ik geloof dat God specifiek kan leiden. Maar in de Bijbel gold dat met name voor koningen, voor priesters, voor profeten en de eerste generatie christenen. Stipchristen, heb je er wel eens bij stilgestaan? Of al die andere miljoenen joden en christenen op eenzelfde manier werden geleid als al die godsmannen en godsvrouwen? Dat is de tweede visie. De visie van de kaderchristen.
Ik zal beginnen met de eerste visie. Er zullen vast een aantal zijn die deze visie aanhangen. Misschien preek ik dan voor jouw parochie, maar ik zal ook die tweede visie uit de doeken doen. En die zullen ook een aantal zijn hier, die zullen die aanhaken. We gaan het zien. Oké, de stip christen. Deze visie gaat er dus vanuit dat God een specifiek plan met je leven heeft. En dat het mogelijk is om dat plan te vinden en om dat plan ook uit te voeren. Het is dus van levensbelang, echt van levensbelang, om eerst Gods stem duidelijk te verstaan voordat je grote keuzes maakt in je leven. Dat is wat de stip christen zegt. Ik ga nu even voor advocaat spelen voor deze visie en ik zal deze positie uitleggen vanuit de Bijbel. Dit betekent overigens niet dat ik zelf deze visie aanhang. Misschien ook wel, misschien ook wel niet. Ik probeer hem alleen zo overtuigend mogelijk voor jullie neer te zetten. Oké, here we go. De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat wij stipchristenen behoren te zijn. Efeze 2 vers 10 zegt het als volgt. Want zijn maaksel zijn wij. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Zie je wel, ik ben opnieuw geboren. Ik ben zijn maaksel. Mijn opdracht, lees ik hier, is om die werken te doen die God van tevoren voor mij bereid heeft. Dat betekent dat ik niet in andermans werken moet gaan wandelen en niet voor God uit moet lopen. Het is net als je van huis vertrekt, ik vanuit Friesland, dan trek ik ook niet de schoenen aan van mijn vrouw of van een van mijn vier kinderen. Nee, ik moet niet in hun schoenen gaan wandelen, ik moet in mijn eigen schoenen gaan wandelen. Zo zegt ook de stipchristen, ik moet in die werken gaan wandelen die God van tevoren voor mij bereid heeft. En die goede werken, ja, dat is Gods stip in mijn leven. Hij heeft een specifiek plan daarmee. Van tevoren ook al bereid. In de moederschoot heb ik u geweven. Heb ik u voorbestemd om een profeet te zijn, zo zei God het tegen Jeremia. Nou, zo is het ook voor mij, voor de stipchristen. Het is voor mij zaak om uit te vinden. Om uit te vinden samen met God. Wat die specifieke werken zijn. Wat het doel daarmee is, om in het nauwe spoor te blijven wandelen. De stipchristen wijst op Romeinen 12, vers 1 en 2. Waarin we worden opgeroepen om ons lichaam ter beschikking te stellen als een levend en welgevallig offer. We worden opgeroepen om vernieuwd te worden in ons denken. Zodat wij mogen erkennen en herkennen wat Gods perfecte wil voor ons leven is. En zegt de stipchristen, hoe meer wij vernieuwd worden in ons denken, hoe specifieker wij op de stip kunnen leven die God voor ons bedoeld heeft. Zijn perfecte, volkomen en goede wil voor ons persoonlijke leven. Andere teksten die heel goed binnen de visie van de stipchristen passen, zijn de verhalen waarin Gods exacte plan wordt geopenbaard nadat een van zijn kinderen vraagt om een teken. Hier volgen we zomaar even lukraak een paar voorbeelden. Om jullie te laten zien dat je het overal ziet in de Bijbel, overal in de Bijbel tegenkomt en dus ook jij een stipchristen zou moeten zijn. Als het gaat om partnerkeuze, wat dacht je hiervan? Abraham is op leeftijd gekomen en hij stuurt zijn knecht erop uit om een goede vrouw voor Isaak te vinden. De knecht gaat onderweg en hij vraagt om een teken. Ik lees met jullie. Heere God van mijn Heer Abraham, laat mij toch heden slagen en bewijs genade aan mijn Heer Abraham. Ik sta bij de waterbron en de dochters van de mannen der stad gaan uit om water te putten. Laat het nu zo zijn dat het meisje tot wie ik zeg, neig toch uw kruik op dat ik drinken en dat zegt, drink en ook uw kamelen zal ik drinken, dat gij haar hebt bestemd voor uw knecht Isaak. Dan zal ik daaraan weten dat gij genade bewezen hebt aan mijn Heer. En hij was nog niet uitgesproken. Of zie, Rebecca. Ze kwam naar buiten met een kruik op haar schouder. Zie je wel, lieve mensen, directe leiding van God. God heeft deze specifieke vrouw dus bestemd voor Isaak. En zo is het ook voor ons, zegt de stipchristen. Ook voor ons heeft hij één specifieke partner. Zonder duidelijke leiding, zonder Gods stem te verstaan, kun je dus niet trouwen. Want stel je eens voor dat hij of zij voor een ander bestemd was. Of, nog erger, dat jij bestemd was voor iemand anders. Dat wil je toch niet op je geweten hebben? Een ander voorbeeld vinden we in het verhaal van Gideon. De Israëlieten deden wat kwaad was in de ogen van de Heer en het volk riep opnieuw tot God en hij wilde Gideon sturen als verlosser. Gideon stond, net als Mozes, niet bepaald te springen. En hij vroeg God om een direct teken.
Ook Gideon was een stipchristen als hij na Christus geboren zou zijn, zou je kunnen zeggen. Hij legde een vlies wol op de dorpsvloer en hij zei tegen God: als er alleen dauw op het vlies zal zijn en niet op de grond, weet ik dat u mij gestuurd heeft. De volgende ochtend perste hij dauw uit het vlies, maar de grond was droog. Nogmaals stelde Gideon God op de proef als goed stipchristen zijnde. Als het vlies droog is en de grond nat, dan zal ik u geloven dat u tegen mij gesproken heeft. En de volgende dag gebeurde het. Het vlies was kurkdroog en de grond was vochtig. Directe leiding van God voor Gideon. Voor Gideon lag dus een specifieke bediening klaar. Gods plan A voor hem. Een specifieke bestemming op zijn persoonlijke tijdlijn. En als je denkt van, die stipchristenen die kunnen alleen maar naar het Oude Testament verwijzen, wacht dan nog maar even, want ik pak er zo ook even een tekst uit het Nieuwe Testament voor jullie bij. Paulus wordt erop uitgestuurd om Gods woord bekend te maken en nieuwe gemeenten te stichten. In Handelingen 16 lezen we dat ze nota bene door de Heilige Geest verhinderd worden om het woord van God in Azië en Bithynië te spreken. En in diezelfde tijd krijgt Paulus een droom waarin een Macedonische man hen roept: kom over en help ons. Paulus gaat en vervult daarmee op dat moment Gods specifieke wil voor zijn leven. Macedonië was op dat moment Gods stip, zijn plan A. En zo geldt het ook voor ons. Wij zouden niet naar China moeten vertrekken als Gods plan A voor ons Venezuela is. Of andersom. Ik heb jullie nu 3 voorbeelden laten zien vanuit de schrift. Het kan niet anders dat jullie overtuigd moeten zijn dat ook jullie nu stipchristen moeten worden of moeten blijven als je dat bent. God heeft een specifieke partner, Rebecca, op het oog voor ons. Een specifieke bediening zoals bij Gideon. En een specifieke plaats van bestemming, zoals Paulus. Done deal, duidelijk. Wachten en gaan. Ik zal jullie 2 verhalen vertellen uit mijn eigen leven, die heel goed passen bij de stipchristen. Dan ga ik eerst even naar partnerkeuze. Mijn vrouw en ik leerden elkaar kennen toen we 15 en 16 waren. Ergens in een discotheek op het Friese platteland. En ik ben van ongelovige afkomst, dat hoor je dan meteen wel. Hè? Ik ben op een 21ste pas tot geloof gekomen, dat is een heel ander verhaal. En zij ook op diezelfde avond. Maar we leerden elkaar kennen en kregen verkering, een beetje stoplichtrelatie uit aan, zeg maar. Pas toen wij tot de Heer Jezus kwamen, toen kwamen we ook echt nader tot elkaar. En besloot ik van, joh, dit gaat mijn vrouw worden, ik weet het zeker. Maar ja, was het ook Gods wil, hè? Dus wij waren op vakantie in de Belgische Ardennen. En op het moment dat ik haar een huwelijk zou vragen, kregen wij knallende ruzie. Nou, zul je net zien natuurlijk, hè? Was dat Gods leiding? Of niet? Of was ik zo eigenwijs? Nou, knallende ruzies gaan vaak, de meeste koppels weten dat, over hele onbenullige dingen. In ons geval was het zo, zij wilde graag een dagje gaan winkelen in Luxemburg. En ik wilde graag een dagje gaan mountainbiken door de Belgische Ardennen. Dus wij kregen ruzie, knallende ruzie. Niet slaande ruzie, maar wel knallende ruzie. En ik besloot om even af te koelen. Ik denk even die tent uit en ik ga wel een stukje wandelen. En ik ging wandelen langs zo'n prachtig riviertje in de Belgische Ardennen. En ik mopperde een beetje en mokte een beetje. En ik liep een beetje met mijn ziel onder de arm. En ik zei tegen God van, Heer, u wist, ik zou het een huwelijk vragen. En nou ja, nu krijgen we ruzie. Is dat misschien uw teken? Zeg, doe het niet. Niet een goede vrouw voor jou. Je moet een vrouw hebben die meegaand is, die wil mountainbiken. Goed, ik even wandelen en op een gegeven moment ging ik zitten op zo'n steen in de rivier en ik was behoorlijk afgekoeld. En op dat moment kwam er een vlinder op mijn knie zitten. En mooi beestje, prachtig, want het was zomer. Je ziet natuurlijk heel veel vlinders in de zomer, zeker in België. Ik ging weer naar de tent en ik bood mijn excuses aan. En nou, het zal je niet verbazen, we gingen winkelen in Luxemburg. En tijdens die vakantie kwam er eigenlijk niet een moment om haar met een huwelijk te vragen. Ik twijfelde toch ook wel een beetje. En we gingen naar huis. Ik zette haar weer af bij haar ouders. En ik ging zelf ook weer naar mijn ouderlijk huis. En in die week gebeurde er een aantal hele bijzonder mooie dingen. Wanneer ik mijn raam open had van mijn slaapkamer, dan kwam daar elke dag een vlinder doorheen vliegen. En die vlinder die ging zitten op mijn monitor of op de rand van mijn bed. Of die fladderde in de kamer. Ook op het kantoor waar ik werkte destijds op een verzekeringskantoor in de buitendienst, kwam het regelmatig voor in die week dat er een vlinder naar binnen kwam fladderen en die ging op mijn monitor zitten of had ik mijn autoraam een stukje open, toen kwam er een vlinder naar binnen. Dat ging de hele week zo door. Vanaf het moment dat ik mijn vrouw weer thuis afzette tot die zaterdag daarna.
En op die zaterdag zei ik tegen God van, nou Heer, ik ben een vrij nuchtere Fries, maar ik vind het heel vreemd. Wilt u iets zeggen? Ja, op de Belgische Ardennen, tijdens de ruzie kwam er een vlinder en de hele week komen de vlinders. Wilt u iets tegen mij zeggen? Wilt u spreken? Dan zult u dat niet in dit soort raadselen moeten doen, maar dan zult u dat heel duidelijk moeten doen. De volgende dag gingen wij naar de kerk, vrij grote baptistengemeente in Friesland, waar wij tot geloof waren gekomen, waar we lid waren geworden. En net voordat de predikant aan zijn preek zou beginnen, zei hij van, er is een zuster in deze gemeente en die heeft een boodschap voor een broeder. Die heeft deze week een boodschap ontvangen in een droom en we hebben dat getoetst als oudste. En wij geloven dat het een boodschap is voor een broeder in deze gemeente. En hoe ging het destijds in die gemeente, die mevrouw, die profetes, dat heb je bij baptisten, hè, profetie. Die ging die stond achter het gordijn en wel met een microfoon, dus je kon een stem horen, je kon niet zien wie ze was. En toen ze begon te spreken, zei ze het volgende. Zei, in mijn droom zag ik een vlinder. En toen sloeg mijn hart al een paar keer over. En ik dacht, dit woord is voor mij. Om een lang verhaal kort te maken. De droom die ze had ontvangen was voor een broeder die op het punt stond om zijn vriendin ten huwelijk te nemen en ten huwelijk te vragen. En ze zei, je moet weten dat je vrouw is als een vlinder. Kostbaar, maar ook kwetsbaar en teer. Haar vleugels zijn gauw gebroken. Maar als je haar goed verzorgt, dan zal ze in haar veelkleurigheid vliegen. En dan zal het haar goed gaan en dan zal ze echt tot bloei komen. En ze sloot af met een Zo spreekt de Heer. En ik keek opzij naar Wieteke, toen nog mijn vriendin. En zij keek, had geluisterd, ik had het zweet op mijn voorhoofd, ik wist, dit is voor mij. En ik zei op dat moment nog niks, ik kon ook niet zoveel uitbrengen. En de week daarop gingen we op vakantie naar Ameland en toen vroeg ik haar ten huwelijk. En een jaar later zijn we getrouwd. Je zou kunnen zeggen, van Kees, dat is een prachtig stipchristen verhaal. God had een specifieke partner. Dus niet Annette, niet Joke of wie dan ook, maar het was Wieteke en die moest het zijn. En God openbaarde specifiek. Een visie die past bij de stipchristen. Een ander verhaal, een persoonlijk getuigenis uit mijn eigen leven, heeft te maken met onze roeping naar Ierland. We waren een aantal jaren getrouwd. Ik had mijn betaalde baan opgezegd en ik werkte toen voor een zendingsorganisatie genaamd Athletes in Action, door middel van sport, het evangelie delen. En na een conferentie in Nottingham gingen mijn vrouw en ik samen met z'n tweetjes door naar Ierland om daar te kamperen. Nou, daar moet je sowieso al een groot geloof voor hebben, om te gaan kamperen in Ierland. Maar we hebben 14 dagen een toptijd gehad, het was droog, een hele mooie tijd. En we kwamen thuis en 3 maanden later zei ik tegen mijn vrouw van, joh, ik weet het niet, maar er is iets met dat land. Het is net alsof God tegen mij wil spreken dat we die kant op moeten. En zij zei, oké, je gelooft het niet, maar ik ervaar hetzelfde. Het land laat me niet los. Het is net alsof God ons daar wil hebben. En nou, wat doe je dan? Dan kun je gaan bidden, maar dan kun je ook gaan googlen. Wij deden beide. We gingen googlen op zendingsorganisaties die in Ierland werkten. Nou, Athletes in Action werkte ook in Ierland, in Belfast, in het noorden. En er was een andere organisatie, European Christian Mission, die deed gemeentestichtend werk in de Ierse Republiek aan de zuidkust. We bezochten beide projecten en we kwamen thuis en we stonden op het punt om een keuze te maken. En toen bleek dat mijn vrouw voor het eerst zwanger was, waar we heel dankbaar voor waren. En mijn vrouw zei dan ook van, joh, Kees, met een zwangere buik gaan we niet dit soort keuzes maken. Dus we blijven lekker in Friesland. Hier is ook genoeg te doen. Er zijn nog genoeg Friezen die tot bekering moeten komen. Dus laten we hier mooi blijven. Dus wij bleven. Maar toch, het bleef trekken. En onze Ruben werd geboren in november 2007. En Wieteke had de kraamtranen net achter de rug. En toen zei ik van, joh, weet je nog? Ierland, hè? God had hem eens gesproken en we zijn er naartoe geweest. En eigenlijk al stiekem een keuze gemaakt om in het zuiden van Ierland te gaan wonen. En zij zei, joh, je bent helemaal gek. Helemaal gek, ik ben net bevallen van het eerste kindje. En opa's en oma's wonen allemaal binnen een straal van 5 kilometer. Je bent hier ook actief. We zijn hier actief in ons eigen dorp, het evangelie delen. Dat gaan we niet doen. En toen ontstond tussen ons tweeën, stond een beetje een soort poes en poel, zeg maar. Hoe meer ik over Ierland ging spreken, hoe meer zij de andere kant uit ging hangen. En dat werd op een gegeven moment ook wel een beetje ingewikkeld tussen ons. Ik had gelezen in de Bijbel dat de man, hè, is het hoofd van de vrouw. En ik denk, waarom luister je nu niet? Zo kortzichtig was ik toen, en nu nog wel eens trouwens, maar zeker toen. En dat ging 1,5 jaar zo door. En in de tussentijd bleven we wel gewoon arbeiden in de wijngaard, zeg maar, ook in de Friese wijngaard.
En ik legde het op een dag, legde ik het God voor en ik zei, Heer, ik weet het niet. En ik had een stille tijd en ik sprak met God daarover en dat was een van de weinige keren in mijn leven dat ik God heel duidelijk heb horen spreken. En God zei van, Kees, ik heb een werk voor jullie voorbereid in Ierland, maar niet jij zal degene zijn die Wietik gaat overtuigen, maar ik zal degene zijn. En ik schreef dat op in mijn dagboek en ik liet dat uiteraard niet zien. Dat zou weer een vorm van manipulatie zijn. Ik schreef het op in mijn dagboek met de datum erbij. En het was denk ik 2 maanden later dat we in gesprek waren met een timmerman die bij ons aan het werk was thuis, de zolder aan het verbouwen. En we zeiden tegen hem, ja Dick, het zou zo mooi zijn als God ons gewoon een briefje uit de hemel zou geven. Hè? Of we nu naar Ierland moeten of dat we gewoon hier moeten blijven. Dat gewoon op een briefje staat. Nou, we lachten daar een beetje met z'n tweeën om van ja, God stuurt geen briefjes uit de hemel natuurlijk. En 3 dagen later hadden we hetzelfde gesprek met een collega van Athletes in Action. Van joh, zit het eigenlijk met Gods leiding? En ja, het is jammer dat God geen briefjes stuurt uit de hemel. Nou ja, hetzelfde soort gesprek dus. Toen was het een dag later. En toen kwam de postbode. En je voelt hem al aan. Ons Ruben was inmiddels 1 en ik had hem zo op de arm. En we gingen naar de brievenbus. En ik haalde het uit de brievenbus. En ik zag daar het volgende liggen. Daar lag deze pijl. Ik heb hem ook even meegenomen. We hebben hem gesield en ook altijd meegehad in onze tijd in Ierland. En daar stond op, Wietke Posma, ontdek Ierland. En ik zei tegen Wietke, volgens mij is er post voor jou. En ze zag deze brief liggen en ze viel bijna flauw. Echt, ik moest haar vasthouden. Ze viel bijna flauw. Want zij wist, net als ik, dat we in diezelfde week 2 keer... Ja, God eigenlijk had uitgelachen dat hij geen briefjes zou sturen. Het deed me een beetje denken aan Sarai, hè, die op een gegeven moment God ook uitlacht. Of de brengers van goed nieuws uitlacht. Joh, zou ik nog zwanger worden? We hadden in die week 2 keer gezegd van God stuurt geen briefjes uit de hemel. En daar lag het briefje. En als het briefje nou op zichzelf stond, dan zou je kunnen zeggen van joh, een gekke kwiebes. Je krijgt niet zo de post en je bent meteen vertrokken. Maar eigenlijk in het hele jaar, en het voert te ver om daar nu iets over te zeggen. Had God het op meerdere manieren ook aan Wietke laten zien. Ook aan mij dat inderdaad God het werk voor ons had voorbereid. En dat het aan ons was om te volgen. Achteraf heeft Wietke ook gezegd. Van, ik heb mijn hoofd een jaar lang als een struisvogel gewoon in het zand gestoken. Want ik wilde het niet horen. Ik wilde graag blijven. Ik wilde niet vertrekken. Net een beetje als Jona dus. Uiteindelijk gingen wij. We gingen naar een jaar voorbereiding. We hadden een roeping, maar we werden ook nog stevig gescreend door een zendingsorganisatie. En we hadden de benodigde giften binnen. En we hebben daar 4,5 hele mooie, soms ook zware, maar hele verdiepende jaren ook gekend. Maar als je dit verhaal hoort, en een waar gebeurd verhaal zou je ook zeggen, er is maar 1 soort christen. En dat is een stipchristen. Die kaderchristenen, die hebben niks te zeggen. God heeft een specifiek plan, God heeft een specifieke partner, een specifieke bediening. En om het nog leuker te maken, ik kreeg ooit eens een keer op een boot naar de Schelling voor een preekbeurt. Kwam er een vrouw naar me toe. Was in, kijk, ik heb de datum er nog in staan volgens mij. 2008. We zaten notabene in de voorbereiding om naar Ierland te vertrekken. God had al gesproken door het briefje uit de hemel heen. En ik had op de Schelling een preekbeurt. En op de boot, er was een vrouw die keek me aan en die kwam naar me toe. En die zei van, jij bent een christen. Ik had geen leuk t-shirt aan of zo met een bijbeltekst of leer mij slechts het heden dragen. Dat soort dingen. Ik had ook geen kruisje om, helemaal niks. Ik zei, hoe weet u dat? Nou, zei, God heeft mij laten zien dat jij een christen bent. En ze zei, sterker nog, God heeft een roeping op jouw leven. Dus ik hoopte dat zo Ierland zou zeggen, want daar waren we al toe geroepen. Dan zou het een mooie bevestiging zijn. Maar zei, nee, God wil dat jij naar Colombia gaat. God wil dat jij naar Colombia gaat en ik heb al een Spaanse Bijbel voor je. Echt gebeurd, lieve mensen. Ik weet niet of er meer mensen wel eens met de boot naar de Schelling gaan en dat soort dingen meemaken. Dus ik zei tegen die vrouw van nou, net zoals Maria zei van ik bewaar die dingen in mijn hart. En ik heb de Bijbel tot op vandaag nog in de kast staan. Ik hoop eigenlijk niet dat het waar is, want ik hou niet van vliegen. Dus ik zie mezelf nog niet in Colombia zitten. Dan moet Colombia maar naar mij komen, dat is misschien veel beter. Maar ja, joh. Gaat het gebeuren? Ik weet het niet. Dat was heel specifiek. Ik heb tot op deze dag heb ik de Bijbel in de kast staan. En we gaan het wel zien of ik ooit in Colombia terechtkom. Of ooit met een Colombiaan in gesprek kom. Ik weet het niet. Maar zomaar een aantal verhalen die passen dus bij de eerste visie. De visie van de stipchristen. Dan gaan we snel door. Want er zijn niet alleen stipchristenen. Er zijn hier ook vanochtend hier
kaderchristenen. Wederom ga ik spelen voor advocaat. Het betekent niet automatisch dat ik deze visie aanhang, maar ik probeer hem wel zo overtuigend mogelijk voor jullie neer te zetten. De kaderchristen, lieve mensen, gelooft niet zozeer in een specifiek plan, in de stip, in die ene partner, die ene bediening of die ene woonplaats, als regel en norm voor elke gelovige in elke situatie. Je zou kunnen zeggen dat de kaderchristen ontzettend wijs is vergeleken met de stipchristen. Ja, de stip, die is mogelijk. Die is mogelijk, dat zien we in de Bijbel. Maar het gaat om, zeg maar, de chosen few. De koningen, de priesters en de hoogwaardigheidsbekleders. Maar dat kun je toch niet normatief noemen voor ons. Voor elke individuele gelovige. Nee, de regel is dat God ons de weg van de wijsheid wil laten gaan. Hoe meer wij hem en zijn woord kennen. En kaderchristenen hier, jullie hebben het goede gekozen door de opleiding van Philadelphia te gaan doen. Daar word je echt goede kaderchristenen van. Hoe beter wij dat woord leren kennen, hoe beter wij in staat zullen zijn om het ook in de praktijk te brengen. Zodat we een vruchtbaar en geestelijk leven kunnen leiden. Ja, ook wij, de kaderchristenen, wij halen eerder genoemde teksten aan als Efeze 2 en Romeinen 12. Maar kiezen voor een andere interpretatie. Jazeker heeft God werken voor ons voorbereid om in te wandelen. Hij heeft ons inderdaad opnieuw geschapen. Ons de Heilige Geest gegeven om goede werken te doen. Maar daarbij moet je veel meer denken aan algemene werken die gelden voor alle gelovigen van alle tijden. Zoals het liefhebben van de broers en zussen. En het liefhebben van de mensen om ons heen. Het gebed, de voorbeden. Een taak vervullen in je plaatselijke gemeente. Getuigen zijn, net zoals de kerk door de eeuwen heen van alle tijden. En Romeinen 12 dan? Jazeker. Door de vernieuwing van ons denken zullen wij inderdaad de perfecte wil van God begrijpen voor ons leven. Maar dat heeft helemaal niks te maken met een specifieke stip op de horizon of iets dergelijks. Maar veel meer met de zaken die verderop volgen in Romeinen 12. Het gebruiken van onze gaven. Gastvrijheid. Vreugdevol leven. Hen zegenen die ons vervolgen. Toewijding aan medegelovigen. Dienstbetoon. Onderwijs. Leiding geven. Gaven van ontferming. En ga zo maar door. Het gaat in Romeinen 12 helemaal niet, stipchristen, om een specifieke exacte wil voor iedere individuele christen. Maar om een algemene oproep aan alle volgelingen van Jezus. Dat is de perfecte wil van Vader. Kaderchristenen bidden bij een partnerkeuze niet meteen: Heere, stuur mij die ene man of stuur mij die ene vrouw op mijn pad die u voor mij heeft uitgekozen om mee te trouwen. Zo simplistisch zijn kaderchristenen niet. Ze zijn niet zo simplistisch als die stipchristenen. Ze gaan naar het woord van God voor wijsheid. En ze vragen zich af, als ze dat woord lezen: Heere, wat heeft u in uw woord gezegd over het vinden van een partner? Ze komen er daarin achter dat het goed is om te trouwen wanneer je bijvoorbeeld van begeerte brandt. Maar wanneer je dat niet hebt, is het misschien wel wat beter om niet te trouwen. Zodat je al je tijd kunt besteden aan het werk van de Heere. Daarnaast lezen ze dat het belangrijk is om een partner te zoeken van het andere geslacht. En dat het ook een partner moet zijn die in de Heere is. De kaderchristen weet van beide partners zouden van dezelfde man moeten houden. En die man is Christus Jezus. En doordat ze dat woord lezen en dat kader zien, dan schept dat voor hen een enorme vrijheid. Ze zijn niet op bang, of ze zijn niet op zoek naar de stip en niet bang dat ze die ene man of vrouw mislopen. Of dat iemand anders daarmee aan de haal gaat. Maar ze lezen dat er een heel speelveld is binnen Gods kaders. Stel, je wilt een bediening vervullen. Bijvoorbeeld oudste. Of een voorganger worden. Of zendeling. De stipchristen zal bidden: Heer, laat mij zien wat uw specifieke plan is. En ik zal ervoor gaan. De kaderchristen bidt misschien wel dezelfde vraag. Maar gaat dan op zoek naar wijsheid uit Gods woord. En daarin lezen ze welke kwalificaties God stelt aan zijn werkers. En ze gaan onderzoeken of ze ook binnen die kaders passen. Ze lezen daarin dat er ook een verlangen aanwezig moet zijn om deze zaken te doen. En ze gaan bij zichzelf te raden: is er bij mij dat verlangen?
En als ze dat verlangen bij hunzelf erkennen om bijvoorbeeld opziener te worden, oudste of voorganger of zendeling, dan gaan ze nog even een spade dieper. Maar waar komt dit verlangen dan vandaan? En ze lezen daarnaast in dat woord dat het wijs is om in dat hele proces ook raadgevers rondom je te verzamelen. Dus ze gaan hierover met anderen in het gesprek. Zie je het verschil? De stipchristen. Ik heb de afgelopen week een aantal avonden met veel plezier het EK atletiek gevolgd. Maar je zou kunnen zeggen, de stipchristen, die staat in dat startblok, hè, bij die 100 meter estafette. En die komt pas in beweging wanneer het startschot klinkt. Maar de kaderchristen, die is vanaf zijn bekering, weet hij, van mijn bekering, dat was mijn startschot. De kaderchristen is al lang vertrokken. En hij loopt die wedloop die voor hem ligt. Maar daarin het woord van God als een lamp voor zijn voet en een licht op zijn pad. Lieve mensen, wie zou dat nou niet veel liever willen dan het leven, het krampachtige leven van de stipchristen? Ik weet nog toen ik weer teruggekomen was naar Nederland en ik voor een bijbelschool ging werken in het noorden des lands. En daarnaast ook weer voor ECM ging werken in een internationale rol. Waarbij mezelf het verlangen ervoer om weer terug naar de gemeente te gaan. In Ierland hadden we een gemeente mogen stichten. En ik heb daar echt de liefde voor de lokale kerk gekregen. Ik zag daar hoe de kerk kon functioneren. Voor de mensen die ze wilden bereiken, maar ook intern. En ik was verliefd. Ik was verliefd op de kerk. En ik merkte in Nederland, ik wil weer terug naar die gemeente. En toen kwam ik via de bijbelschool in contact met een oudste van een kerk die vakant was. En die oudste zei tegen mij, zei, Kees, zou je niet bij ons willen solliciteren? En ik had een aantal keren in die gemeente, of in ieder geval van die gemeente gehoord. En het was in de buurt ook, zo'n 20 kilometer van waar wij woonden. En ik ging die vacature lezen. En toen dacht ik wel even, joh, jullie zijn wel op zoek naar een schaap met vijf poten. Dat zijn de meeste kerken. Maar ik denk dat er wel wat overlap is. Op de laatste dag van de deadline, zeg maar, besloot ik een briefje te sturen. Echt in de trant van, joh, als jullie niemand beter kunnen vinden, dan wil ik wel eens met jullie in gesprek. En de volgende dag was ik op de glijbaan actief in het pittoreske Seksbierum. Ja, dat bestaat echt, lieve mensen, in Friesland. Het kinderfeestje van mijn dochter. En toen kreeg ik op de glijbaan een telefoontje van een van de oudsten. Hij zei van, joh, we hebben je briefje ontvangen. Zou je eens willen komen praten? Lang verhaal kort, een beroepingsprocedure gehad van 6 maanden, waarin ik verschillende gesprekken heb gehad. En uiteindelijk een fotootje kreeg over de WhatsApp van de beroepingscommissie. Met allemaal een biertje in de hand of een glas champagne. En ze hadden unaniem, wilden ze mij gaan beroepen als hun voorganger. Ik had niet een duidelijke stem van God verstaan. Niet een briefje uit de hemel gekregen van Kees, ga naar Dokkum. Er was ook niks in de wolken verschenen. Geen bliksemschicht, geen donderslag bij heldere hemel, helemaal niks. Ik had het verlangen om te dienen in een lokale kerk. Ik had het verlangen om niet alleen hapsnap in kerken te preken, maar ook series neer te zetten en op een gedegen manier Gods woord ook neer te zetten. En ik had het gevoel dat dit wel een goede plek zou zijn voor mij en mijn gezin. We hadden ervoor gebeden, ik had wijze raadgevers om me heen verzameld. En ik besloot uiteindelijk om de keuze te maken, zonder dat ik Gods stem dus als een stipchristen had verstaan. Meer als een kaderchristen. Ik had het verlangen om opziener te worden. Ik dacht bij anderen, van anderen te horen en te zien dat ik de gave had om het woord van God ook uit te leggen. En zoals ik zei, het was mooi in de buurt. Ik kon als Fries onder de Friezen ook zijn in plaats van Fries onder de Ieren. En ik zei, joh, ik wil jullie kandidaat zijn. Nou, bij de baptisten loopt dat dan ook altijd uit op een stemming. En de gemeente mocht stemmen, ik mocht mezelf voorstellen, een paar keer proefpreken en op een gegeven moment op een gemeenteavond de stemming. En voor die stemming mocht ik niet aanwezig zijn, want er ging voor die stemming ook nog een heel financieel verhaal aan vooraf, wat ik dan moest gaan verdienen en dat soort dingen. En uiteindelijk kreeg ik een telefoontje terwijl ik een Champions League wedstrijd zat te kijken met mijn vader. Van Kees, je bent live verbonden met de gemeente en we hebben unaniem gestemd dat we jou als nieuwe voorganger willen. En zo begon mijn weg in Dokkum en uiteindelijk mocht ik daar 7 jaar fulltime ook gaan werken. In die 7 jaar groeiden we als gemeente. En dat heeft niet zoveel met mij te maken, denk ik. Maar het is gewoon op veel verzetten een hele fijne, goede gemeente
met een mooie aantrekkingskracht naar mensen die de Heer Jezus willen leren kennen. Met goed onderwijs gegeven, niet alleen aan mij, maar ook door een hele rits hele goede gastsprekers. En de boel groeide zo erg dat we zeiden van, joh, we moeten iets gaan doen, want we kunnen de mensen niet meer herbergen. Nou, dan ga je weer op zoek naar Gods leiding, hè? Heer, wat wilt u dat we zullen doen? Moeten we een megalomaan groot gebouw gaan bouwen, zodat al die mensen daarin kunnen? Of moeten we naar twee diensten? Of zullen we misschien een nieuwe gemeente gaan stichten? En we hebben met de gemeente toen een heel visietraject doorlopen, waarin we niet heel duidelijk Gods stem hebben gehoord. Van, joh, jullie moeten dit gaan doen, of je moet een nieuw gebouw zoeken, of weet ik veel wat. Maar gaandeweg met elkaar proefden we, geloofden we, evalueerden we met elkaar en dachten van joh, een hele grote gemeente die groter wordt dan 400, 500 mensen, daar raken mensen gewoon tussen wal en schip. Dan hebben we geen goed zicht meer op elkaar, dan raken de schapen verstrooid. Kan er misschien van alles en nog wat in de gemeente binnenkomen waar wij als oudsten geen zicht meer op hebben. Dus we kwamen tot de overtuiging dat we een gemeente moesten gaan stichten. Dus in plaats van zelf groter te worden, iets nieuws beginnen ergens anders. En ook dat liep weer uit op een stemming. En 90% van de gemeente zei van ja, we gaan 3 jaar mensen, middelen en financiën beschikbaar stellen om in het dorp Burgum ook een hopelijk onder God een nieuwe baptiste gemeente te stichten. We deden dat allemaal dus vanuit de visie van de kader christen. We zagen in Gods woord dat het echt Gods plan A is om door middel van de kerk mensen tot zichzelf te trekken, mensen toe te rusten en mensen er weer op uit te zenden. En we wisten dat het goed was om te doen. Los even van het feit wat God specifiek ook zou spreken, of niet. En we zijn nu 3 jaar verder. Er staat een mooie gemeente van een man of 100 met de eigen oudste. Los van de moedergemeente inmiddels van Dokkum. En we danken God voor zijn hulp, voor zijn nabijheid en voor zijn sturing en voor zijn leiding. Goed, dat zijn dan 2 getuigenissen vanuit die andere visie. Ik heb geprobeerd in de huid te kruipen van zowel de stip als de kaderchristen. Welke visie ik zelf aanhang, dat is misschien wel interessant. Aan de ene kant geloof ik heel sterk in de weg van de wijsheid en de vrijheid die er ligt binnen Gods kaders. Toch is het zo, en daar heb ik van getuigd, dat ik in mijn leven meerdere malen heb gemerkt dat God op een kruispunt mijn leven heel specifiek leidde. Ik sprak laatst een voorganger en hij zei, ja, ik ben eigenlijk een PKN-voorganger met een gezonde pinkstertik. PKN-voorganger met een gezonde pinkstertik. Nou, daar mag je zelf een beeld bij hebben. Maar ik zou dan willen zeggen met die woorden van, ik ben een echte kaderchristen, maar met een hele gezonde stiptik. Een kaderchristen met een gezonde stiptik. Ik sluit af met een gebeurtenis van 2 jaar terug. Een leuke oefening om te kijken of je beide visies begrijpt. Past het nu bij de stip of bij de kadervisie? Een tijdje geleden liep ik door mijn dorp Burgum te mijmeren. Een beetje in de bossen rondom Burgum. En toen was ik nog fulltime in dienst van de gemeente. En toen liep ik te mijmeren over onze tijd in de geloofszending. Mijn vrouw en ik hebben in totaal zo'n 10 jaar op giften geleefd. Volledig op giften, dus we waren afhankelijk van wat de mensen ons toevertrouwden. Het was een hele bijzondere tijd. En inmiddels was ik dus zo'n 6 à 7 jaar al volledig in dienst. Met op de 21ste van de maand dan een netjes salaris wat je altijd overgestort krijgt. En een vakantieuitkering en dat soort dingen allemaal. Daar raak je aan gewend. Daar raak je aan gewend, lieve mensen. Zeker als je op giften hebt geleefd. En ik zei zo tegen God, ik zei, ja, ik weet niet, heren, stel u zou mij roepen om weer de geloofszending in te gaan, om mijn salaris op te geven, zou ik wel weer op giften kunnen leven. En ik bemerkte bij mij een obstakel, een tegenwerping, om even met Mozes te spreken. En ik sprak daar zo over met God en het was gewoon alsof de Heilige Geest weer die tekst ook naar boven bracht. Van ja, Kees, maar ik ben je voorziener toch, jongen? Hè, of je nu dat op de 21ste van de maand binnenkrijgt via je kerk. Of op andere manier, ik zal toch voor je zorgen. En ik sprak dan nog met God over en ik wandelde zo nog een uurtje met hem door de bossen. En het was de volgende dag en toen besloot ik de proef maar even op de zon te nemen. Ik kende iemand die in geldnood zat en die vast blij zou zijn met een geldbedrag. Dat was niet een heel hoog geldbedrag hoor, ik wil mezelf ook niet ophemelen. Maar ik besloot om diegene geld te geven. En ze wilde het niet hebben. Ik zei, nee joh, het is voor jou. Ik vind het mooi om uit te delen van de overvloed die we hebben. Dus het is voor jou. En ze was er heel blij mee. De volgende dag kreeg ik gemeenteleden uit de baptistengemeente Dokkum op visite. Ter kennismaking. Ze waren, we kenden elkaar nog niet zo goed. Ook al
We zaten al jaren bij elkaar in de kerk en was ik een voorganger. Een heel leuk gesprek. En aan het einde van het gesprek zei de mevrouw een kwestie. Ze zei van, ja Kees, ik weet niet waarom, maar ik heb een envelop voor je met geld. En de Heer heeft mij laten zien dat ik het aan je moest geven. Nu kan ik jullie zeggen, het gebeurde niet elke keer wanneer gemeenteleden bij ons kwamen. Anders zou ik er veel meer uitgenodigd hebben in mijn tijd in Dokken. Maar joh, ik probeerde dat dus te weigeren. Ik zei, joh, geef je gift aan de kerk, daarvan word ik betaald. Nee, zei, God heeft ons specifiek laten zien, deze envelop is voor jullie. En ze waren nog niet vertrokken, of ik trok die envelop open, heel benieuwd. En daar zat exact het bedrag in, wat ik die dag daarvoor had weggegeven aan die mevrouw die het zo goed kon gebruiken. Nou, nu druk ik even op de pauzeknop. Ik geloof dat God hier echt doorheen sprak. Zeker ook met de wandeling van de vrijdag in mijn achterhoofd en de ontmoeting met die mevrouw op zaterdag. Maar was dit nu een stipverhoring? Kees, ik wil dat je je salaris opgeeft en opnieuw de geloofszending ingaat. Is dat wat God wilde zeggen? Of was het meer een kaderverhoring? Kees, ik zal je voorziener zijn. Waar je ook gaat. Nou, het is aan jullie om daar voor jezelf maar achter te komen. Er valt nog heel veel meer te zeggen over dit onderwerp, dat begrijp ik. Maar voor vanochtend laat ik het even hierbij. En straks bij de Q&A mogen jullie me er wel op bevragen op dit soort dingen. Tot slot wil ik nog even iets anders noemen. Ik had van Leander daarvoor toestemming gekregen. Ik heb een stapeltje van mijn eigen werk meegenomen. Ik ben naast kerkplanter en voorganger en man van en vader van, mag ik ook schrijven. Vind ik heel leuk om te doen. Ik heb via Kok Boekencentrum 2 boeken mogen uitgeven. De derde komt in oktober. De Retraite is deel 1. De Hemel op Aarde conferentie is deel 2. En misschien heb je er wel eens van gehoord. Misschien ook wel niet. Geeft ook niks. Ik heb een stapeltje meegenomen. Ter verkoop. De boeken kosten ongeveer 17 euro per stuk. En het mooie ervan is, wanneer je ze bij mij koopt, gaat de opbrengst voor 50% naar mijn gemeentestichtende werk in Burgum, maar ook het kerkplantingswerk wat ik verder in Nederland doe. Dus naast het lezen van een leuk humoristisch boek met wat diepere geestelijke lessen, ondersteun je er ook nog eens een goed doel mee. Voel je vooral niet verplicht, maar mocht je willen, daarmee van harte uitgenodigd. Je mag dan je telefoonnummer achterlaten en je naam en je e-mailadres. Krijg je ergens deze week wel een tikkie. Of je mag ook contant afrekenen. Kijk maar even. Leander? Yes, bedankt Kees. Top. Hey, we hebben nog even tijd, dus ik vind het eigenlijk wel mooi. We moeten het ijzer smeden als het heet is. Stel dat er nu wat vragen zijn, dat die ook nu gesteld mogen worden. Zeker. Dus te meer tijd hebben we bij de Q&A voor andere vragen. Helemaal goed. Dus er iemand die zegt, ik wil naar aanleiding van de les over Mozes of naar aanleiding van de les over kader en stipchristen gewoon eens een vraag stellen. Steek je vinger om, dan kom ik even de microfoon brengen. En als je nu een stip en een kader wil, is dat ook mogelijk? Een stip en een kader? Ja, nou, zoals ik zelf zei, ik zie mezelf met name als kaderchristen met een gezonde stiptik. Dus ik geloof dat ik met name mijn leven mag leiden in de grote en in de kleinere beslissingen vanuit het kader van Gods woord. Maar daarbij sluit ik zeker niet uit dat God dus heel specifiek kan spreken in bepaalde situaties. Als het gaat op, bij mij vaak is dat op de kruispunten van mijn leven, wanneer er echt grote beslissingen moeten worden genomen of dan zie ik nog wel eens dat ik Gods stem specifiek versta. Maar meestal werk ik fijn binnen dat kader van Gods woord. Zolang je er niet buiten gaat wandelen en leven. En is uw vrouw ook een kaderchristen of een stipchristen? Nee, mijn vrouw is ook een kaderchristen. Ah. Gelukkig wel, ja. Ja. Al krijgt ze wel eens een stip. Zij krijgt wel heel duidelijk een hele duidelijke stip, maar over het algemeen, ja. Iemand anders? Het verspreiden van het evangelie, hè, het getuigen van God en zijn werk, is dat een stip of is dat een kader? Voor mij is dat een kader, want ik denk dat het de roeping is voor ons allemaal. Ik moest vanochtend nog even denken aan dat lied van Keith Green, Jesus Commands Us to Go. Jesus Commands Us to Go zingt hij, it should be the exception if we stayed. Nou, dat is misschien wel wat een even stevig neergezet. Maar ik denk dat we allemaal geroepen zijn op onze eigen manier om de geur van Christus te verspreiden, om een leesbare brief te zijn en het evangelie ook te delen. En sommigen zullen daarin meer de bediening hebben echt van de evangelist. Maar ik denk dat we allemaal geroepen zijn, allemaal op onze eigen manier,
om dat evangelie te delen. Dus we hoeven, denk ik, we spreken Keith Green misschien even tegen. Ik heb heel veel geleerd van zijn boek No Compromise. Niet allemaal erop uit te gaan en naar de onbereikte volken te gaan. Er zullen ook mensen moeten blijven. Maar waar we gesteld zijn, gewoon ik in mijn straat. Met mijn doodzieke buurvrouw van 40. Met 3 kindjes. Ik ben wel geroepen om voor haar te bidden. En waar mogelijk ook het evangelie met haar te delen. En als Christus voor haar te zijn. En daar hoef ik niet voor naar het buitenland. Even overnieuw. Heb je ook nog vlinders in je buik? Of ik vlinders in mijn buik heb? Ja, we zijn een paar weken terug zijn we als gezin een weekje naar Denemarken geweest. Aan de Deense Zee. Een dagje Legoland gedaan met de kids. Omdat we 20 jaar getrouwd zijn. En dat huwelijk is een heel verhaal op pad. Maar ik heb regelmatig nog vlinders in mijn buik. En ik hou van mijn vrouw. Ook al zijn wij wel door moeilijke momenten gegaan hoor, in die 20 jaar. Maar Ebenhai is er, tot zover heeft God ons geholpen. En vooral mijn vrouw, denk ik. Geholpen. Om met mij samen te leven. Dus, Jan. Vanmorgen hadden we het natuurlijk over Mozes. En die werd gebroken in die 40 jaar. Misschien een beetje persoonlijk, maar herken je dat in je eigen leven? Ja, dat denk ik wel. Ik kan er één verhaal uitlichten, denk ik. Dat is het eerste waar ik dan aan moet denken. Ik deel er vanmiddag nog wel iets meer over. Kijk, in die zin heb ik wel meerdere dingen meegemaakt die heel verdrietig zijn. Ik kom uit een... Mijn gezin van herkomst is een gebroken gezin. Mijn ouders zijn gescheiden. Mijn vader is een paar jaar geleden aan een ernstige ziekte overleden. Dus met smart ben ik niet helemaal onbekend. Maar als het gaat om geestelijke gebrokenheid, denk ik dat Ierland daarin een hele diepe rol heeft gespeeld. Ik was in Nederland, dacht ik, een somebody te zijn, zeg maar. Hè? Ik zat in het leiderschapsteam van Athletes in Action destijds, met een aantal broeders. En ook sprak veel in kerken. En daar hebben we hoogmoedig gezegd, alles wat ik aanraakte leek wel een goud te veranderen. Dus ja, daar word je automatisch groeien daar. Ik ben bijna 2 meter, maar toen was ik bijna 3 meter, zeg maar. En toen ik naar Ierland ging, viel dat allemaal weg. Hè, mijn christelijke bubbel. Mijn vrienden, de christelijke vrienden, mijn mogelijkheid om overal te spreken. En ik werd echt weer terug naar nul gezet. Ik had een leider boven mij die sterk geloofde in hiërarchie. En begin maar met de bodem. Dus in die eerste tijd leidde ik 1 keer per maand kinderdienst, 1 keer per maand aanbidding. En 1 keer per maand mocht ik spreken en meer niet. En ik liep echt hopeloos met mijn ziel onder de arm na een jaar Ierland. En ik liep op het strand. We woonden vlakbij bij een heel groot strand aan de Atlantische Oceaan. En ik zei van, heren, waarom heeft u mij hier naartoe gebracht? Ik was toch veel vruchtbaarder en veel meer gezien in Nederland. En toen zei God tegen mij door de Heilige Geest van, Kees, ja, wat blijft er eigenlijk van jou en van mij over, van onze relatie, nu ik je heb gestript van al die titels, van al die mogelijkheden om te dienen, en nu ik je hier heb gebracht voor mijzelf. En dat was echt zo'n realisatie. En ik zat echt te huilen op het strand. Ik ben niet een hele emotionele jongen, maar ik zat te huilen op het strand. En in die 4 jaar ben ik, en daar moet ik nog op letten, maar ben ik echt bevrijd van mezelf. En bevrijd van, misschien wel van de oude Kees, zeg maar. En veel meer geworpen op God. Veel afhankelijker van hem geworden. En heb ik in de rust en in de luwte van de eerste situatie mijzelf weer, ook mijn geloof misschien wel weer opnieuw kunnen opbouwen. Dat was een soort tweede bekering. Ik was 7 jaar daarvoor was ik tot bekering gekomen. Maar de 7 jaar daarna, dat werd deels weer afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Ja, heel waardevol geweest. Als stip christen, heb ik een beetje het gevoel dat je best wel snel ook inderdaad de trots kan leiden. Ik weet niet, wat is je visie daarop? In de zin van, ik ben zelf denk ik ook een beetje hetzelfde als jij in staat, maar ik ben nog jong. Dus. Of een stip christen sneller trots is. Of, weet niet, het is goed hoe ik het moet formuleren. Maar. Goeie vraag hoor. Ik denk dat hangt, want je ziet stip christen ook in allerlei soorten en maten. Hè? En diegenen die wat nog wel meer van de melk zijn, ook mensen die supergeestelijk volwassen zijn van het vlees zijn en ontzettend prettig zijn om mee om te gaan. Ik kan me voorstellen dat wanneer je
zo telkens op je rug wijst, zeg maar, van stipchristen. Want ik ben degene die Gods stem verstaat als het gaat om al die specifieke dingen. Dat een bepaalde mate van trots zou kunnen geven. Maar ik ken er ook voldoende die zelf als stipchristen niet de wijze op hun eigen rug nemen, maar gewoon naar boven en zeggen van, dit is nu eenmaal de manier hoe God mij gebruikt en hij gebruikt jou weer op een andere manier. Dus ik denk niet dat de stipchristen is, staat gelijk aan trots. Maar de wat minder geestelijk volwassene stipchristenen is het wel een risico inderdaad dat de trots de overhand neemt. En trots is niemand van ons vreemd, denk ik. Ook binnen het kader niet. De kaderchristen kan ook weer wijzen, misschien als de kaderchristen zijn, van joh, moet je eens kijken hoe mijn kennis van het woord is gegroeid en mijn kennis van God en met mijn omgang. En vanuit daar maak ik gewoon wijze keuzes. Misschien daar even op inhakend, Kees. Zou het wel zo kunnen zijn dat hier misschien als de stipmensen die hier zitten, die zeggen, nou, ik ben toch wel gewend om echt specifiek spreken van God te vragen. Die hebben misschien toch wel het gevoel, ja, zo'n kaderchristen, die kan wel eigenlijk vrij autonoom zijn weg gaan. Gewoon die kiest gewoon waar hij gaat dienen en het is allemaal binnen de grote opdracht. Dus gaat hij niet gewoon een beetje onafhankelijk van God zijn weg? Ja. Ja. Is dat een gevaar? Of? Dat kan een gevaar zijn. Natuurlijk zit in het woordje kader christen nog steeds christen. Dus als het goed is, betekent dat volgeling van Jezus. Dus ook als je in het kader gelooft en je volgeling van Christus bent, dan denk ik dat je nog steeds zeer afhankelijk van hem ook opereert. En waarom ik het even zo scherp tegenover kan stellen, want de waarheid ligt vaak een beetje in het midden, hè? Ook met dit soort dingen. Is dat ik gewoon, zeker bij jongeren, maar ook wel bij volwassenen, een bepaalde krampachtigheid zie. Een bepaalde krampachtigheid van, joh, ik blijf maar zitten op mijn stoel in mijn klein hoekje, zeg maar. Want God heeft niet duidelijk gesproken, dus ik blijf maar. Dan wil hij vast niet dat ik ga. En terwijl ik denk dat de Bijbel ook vol staat met die grote opdracht, hè? Van joh, ga erop uit. Leer, doop, onderwijs. En blijf niet in je hoekje zitten, zeg maar. Deel uit, ga uit. En ik denk dat misschien eerder best bij kaderchristenen wel wat gevonden. Van joh, ik heb het startschot al gehoord. Hè, ik ga. Ja. Het is misschien eigenlijk ook wel nederig dan. Dat je zegt van, ik verwacht niet dat God allerlei bijzondere openbaringen aan me doet. Ik ben niet zo bijzonder, ik moet gewoon doen wat hij zegt. Ik weet niet of dat nederig is, want daar kun je ook wel heel trots van worden als je jezelf nederig noemt. Maar het geeft mij wel het geeft mij ook een bepaalde rust of zo. Dat ik denk van, joh, maar God heeft al gesproken. Hij heeft al laten zien dat de kerk zijn plan A is. Om mensen tot zich te trekken, toe te rusten, erop uit te sturen. Wat heerlijk dat ik dan de gemeente mag stichten. Want wat ik aan het stichten ben, dat zie ik in de Bijbel, dat lees ik in de Bijbel, dat magazijn van God, dat is juist waar God doorheen wil werken. En dan geeft mij dat gewoon de rust om dat dan ook gewoon te kunnen doen. Ik vind, daar hoef ik niet eerst te wachten van, moet het Burgum zijn, moet het Staphorst zijn, Haddengerijp of Tweede Exlo en Mond of Elslo. Ik mag gewoon de plek waar ik gesteld ben daarmee beginnen. En misschien is het dan ook wel zo dat als je dan gewoon gaat varen, zeg maar, binnen het kader, en je hebt een open houding naar God, en je zegt ook tegen de Heer van, op het moment dat ik op een verkeerd spoor zit, wilt u dan een hek op de weg zetten? Wilt u me naar links of naar rechts sturen? Maar een schip wat stil ligt kun je niet sturen natuurlijk. Nee. Een schip wat vaart kan je sturen. Dat blijft ook voor de kaderchristenen een constant ook gebed. Van joh, als ik een scheve schaats rij of ik toch links of rechtsaf moet, laat u het dan zien. En zo niet, dan ga ik onder u voort. Om bij een ander lied uit te komen van de gospel rock band Petra. Die zingen een lied Beyond Belief. En daar zeggen ze, waters never part until your feet get wet. Dus de wateren zullen nooit uit elkaar drijven voordat je eerst zelf je voet in het water hebt gezet. Dat is een beetje wat jij zegt van, je moet doorgaan, het schip moet blijven varen en dan pas kun je het sturen. Zo zingen zij dat ook. Dus dat geloof ik ook wel, ja. Hey, jij bent, er zijn zo nog ruimte voor andere vragen, maar jij bent natuurlijk ook actief in de zendingswereld en ook wel altijd op zoek naar jonge mensen of wat oudere mensen die betrokken willen zijn bij zending. Absoluut. Zie jij in deze tijd vooral dat, zeg maar, nou, gemiddeld deze leeftijd die hier zit, zeg maar, te veel in de stipmodus zit, te veel bijzondere openbaringen wacht, dat je zegt van, dat werkt soms toch verlammend? Ik denk dat het meest verlammende is voor, ik zit zelf ongeveer op de gemiddelde leeftijd, denk ik, of misschien zit ik daar iets boven, weet ik niet, maar ik denk dat het meest verlammende niet zozeer is of ze op een stip wachten, het meest verlammende is dat wij als christenen zo vastzitten aan de dingen van deze wereld.
Ik denk dat dat ons het meest verlamt. Aan onze hypotheek, aan onze opleiding, aan de verwachtingen van mensen rondom ons. Dat verlamt misschien nog wel meer. Dan dat we wachten op Gods stem of niet. Maar ik, ja, natuurlijk, ik spreek ook jonge mensen die heel weifelend zijn. Ze hebben wel een verlangen, maar ze durven niet te gaan omdat ze misschien niet duidelijk van God hebben gehoord. Dus dat kom ik wel tegen. En die weifeling kan ook een teken zijn van nederigheid. Dat is juist mooi, van wie ben ik, zeg maar. Maar ik kom in ieder geval wel veel mensen tegen, maar dat komt ook omdat ik voor een zendingsorganisatie werk, die zegt, joh, we willen gaan. Ja, mooi. En rust ons toe, train ons, toets ons, of wij de juiste mensen zijn om te gaan. Ja. Ja. Voor de lezers, jullie zijn allemaal lezers, hè, bijbelschoolstudenten. Er is een heel goed boekje van Kevin de Jong, dat heeft als titel Doe Iets. Ja. Als je nou van de zomer eens een leuk boek wil lezen en ook een goed boek, Doe Iets. En hij zegt eigenlijk van... Dat is echt een kaderchristen, zou je kunnen zeggen. Ik was vroeger heel sceptisch tegenover kaderchristen. Ik geloofde echt stipchristen, dat zijn de meest geestelijke mensen. Die verstaan Gods stem. En die zijn afhankelijk. Toen ik dat boekje had gelezen, Doe Iets, toen dacht ik, dit is echt heel helpend voor mij. Dat heeft me echt bevrijd van een stuk stipverlangen. Terwijl ik nog steeds geloof in de stip. Maar hij legt eigenlijk uit van hoe God zijn kinderen leidt. Op een hele heldere manier. En hij gebruikt ook het voorbeeld van een man die 90 jaar lang op Gods stem gewacht heeft. En uiteindelijk nooit iets gedaan heeft. Daarom ook de titel Doe Iets. Een bevrijdende visie op Gods stem leren verstaan. Echt een goed boekje. Terwijl je de stip christen niet moet weggooien. God spreekt tot zijn kinderen. God leidt zijn kinderen. Maar kan wel echt helpen. En een ander goed boek hierover. Voor de mensen die zeggen, nou, geef nog maar een titel. Dat is Gods plannen voor jou van G.I. Packer. James Packer heeft hier ook een heel goed Gods plan voor jou. De titel zegt het al. Er zit een hele goede hoofdstuk in, ook over deze thematiek. Matthijs, je had ook nog een vraag. Ik heb ook een hele lang, of een deel geschiedenis meer in de charismatische hoek. En ik ben dus meer vanuit die context erg sceptisch ten aanzien van stipchristenen geworden. Omdat ik zie dat zogezegd stipchristenen zonder kaders enorm Gods woord uit hun context kunnen trekken en allerlei woorden en profetieën denken te horen, waarvan je sterk kunt afvragen of dat wel zo bijbels is. Dus ik merk hier inderdaad ook wel dat de context ook nog wel uitmaakt van hoe je kijkt naar een kaderchristen of een stipchristen. Inderdaad, hoe kijk je daar misschien ook vanuit je baptistische achtergrond een beetje tegenaan? Ja, goede vraag. Ik denk wat je zegt heel waardevol is, hè? Dat je Een stipchristen die zal wel binnen dat kader moeten opereren, zeg maar. Hè? Want ik zeg ook wel eens, God zal nooit iets van je vragen wat niet bevestigd wordt in het woord, zeg maar. Tegelijkertijd, ik snap dat sceptisch zijn. Maar ik heb er zelf voor gekozen om het kind niet met het badwater weg te gooien. Ja, want de tegenreactie kan zijn van, joh, hey, die charismatische predikers en profeten en wonderdoeners, ja, die roepen maar wat en die nemen en die claimen. Daar wil ik zo ver van weg blijven dat ik nu geloof dat de geest niet meer op die manier zal spreken. Ik alleen nog maar het woord heb, zeg maar. Ja, dus die tegenbeweging heb ik zelf ook wel gehad. Alleen ik kom nu weer in het midden uit dat ik nog steeds geloof dat God heel specifiek kan spreken. Maar dat ik het wel toets. En dat moet wel binnen dat kader passen. Maar tegelijkertijd met jou ook niet alles voor zoete koek aanneem. Ja, dus wanneer iemand tegen me zegt, ik heb... zoals bijvoorbeeld het verhaal over Colombia. Yo, was het echt God? Ik weet het niet. Weet ik nog niet. Ik heb het bewaard in mijn hart. De Bijbel staat in mijn kast. Als het zover is, dan en God had het plan of heeft het plan, dan zal dat wel rondkomen. En zo zijn er wel eens vaker zaken over mij uitgesproken of profetieën gedaan, waarvan ik meteen al dacht van, joh, ik weet niet of dat nu zo van de Heer is. Misschien is dat wel meer van jou. En dat leg je dan naast je neer of je schrijft ze op en je kijkt er op een later moment nog eens naar. Maar ik zou wel mensen willen behoeden voor een oversceptische reactie, dat je echt het kind met het badwater weggooit en je denkt van, ja, de profetie of woorden van kennis of dat soort dingen, ja, dat was van toen, dat is nu niet meer van nu. Dus daar moeten we verre van blijven. Ja, zo sta ik erin. Maar het is wel interessant dat jij bijvoorbeeld die vrouw die zegt je moet naar Colombia, ja, dat jij niet zo'n boodschap omhelst, nee, en daar bij wijze van spreken je leven direct op gaat aanpassen. Nee, nee, ik ook als je hebt over Ierland, God heeft op meerdere manieren, op verschillende manieren,
gesproken, soms duidelijk, soms minder duidelijk. Daarvan wisten wij zeker, samen met de zendingsorganisatie en met het ontvangende team, dat dit Gods plan was, zeg maar. Maar ja, met één ontmoeting op de boot, dan moet er wel iets meer gebeuren om mij naar Colombia te krijgen. Oké, okay, nog twee vragen. Ja, niet echt een vraag, maar meer een opmerking erbij. Ik heb heel erg geleerd in mijn leven dat soms God een weg afsluit, maar je niet weet waar je wel naartoe moet, maar dat je wel weet dat je niet op de weg door moet gaan. Dat is mooi, ja. Twee weken geleden sprak Leander inderdaad over het verschil tussen aan de ene kant geestelijke gaven en aan de andere kant je natuurlijke bekwaamheid. Ik vroeg me even zelf in het kader van, zou er gevaar kunnen zijn als meer kaderchristen dat je je meer gaat richten op je natuurlijke bekwaamheid dan op die geestelijke gaven? Hoe zie je dat? Oeh, ja, dat is een goede vraag. Kijk, dat hangt weer van je definitie van kaderchristen af. Hè? Voor mij hoorde ik dat daar zo net ook. Hè? Dat de kaderchristen misschien het risico heeft om wat, voor mij zei jij dat, Leander, hè? Om wat onafhankelijker in het leven te staan. Yo, ik doe gewoon mijn ding. Ik heb toch het kader. En jij zegt ook van de kaderchristen zal misschien gewoon voor zijn natuurlijke bekwaamheden gaan. Ja, dat betwijfel ik echt. Dat ik denk, wanneer je echt diep met de Heer Jezus wandelt, dan toets je ook dat soort dingen. Hè? Kijk je naar je natuurlijke bekwaamheden, dan leg je die ook voor God. Zeg van, ja, Heer, is dit het nu? Heeft u mij specifiek iets anders gegeven, een specifieke geestesgave of zo? Dus ik geloof niet dat, ik zou willen bestrijden dat de kaderchristen gewoon wat nonchalanter in het leven staat of zo. En ik denk van, joh, dan ga ik gewoon, ik kan nu één keer lekker spreken, vlotte babbel, dus dan moet ik maar de marketing gaan doen met Compassion of zo, weet ik veel wat. Nee, dat denk ik niet. Tegelijkertijd denk ik wel dat de Heilige Geest ook kan aansluiten bij onze natuurlijke bekwaamheden. Hè, dat er soms in het leven gewoon voor je iets is weggelegd, zeg maar, wat je van nature goed kunt en wat je daarna, na je bekering, kunt gaan gebruiken voor zijn koninkrijk. Om een klein voorbeeldje te geven. Op het middelbaar onderwijs en ook later in het HBO. Had ik docenten Nederlands die zeiden van, oké, jij kunt leuk schrijven. En de opdrachten die je indient, de interviews, noem maar op, de essays, gedichten, daar moet je echt iets mee gaan doen. En op dat moment was ik nog geen christen en deed ik er ook niks mee. En toen had ik een paar jaar terug, had ik een collega voorganger, daar had ik iets voor geschreven. Hij zei, joh, je kan echt leuk schrijven. Dus toen ging ik schrijven en daar rollen nu die boeken dus uit. Dus eigenlijk was dat een natuurlijke bekwaamheid die ik in mijn tienerjaren al had, als ongelovige, die alles deed wat God verboden had. Maar die ik nu aan het kerstenen ben, zeg maar. Hè, die de Heilige Geest nu kan gebruiken. Om mij ook op in het gedrukte boek te gebruiken en tot zegen te laten zijn. Ja. Dankjewel.